Ja, het is allemaal de lonen. Het is allemaal de lonen, ja. Oh, echt ongelooflijk, hè? Maar dat is heel veel mensen. Het was close. Weer geflikt, ja, man. Goed, jongen. Gefeliciteerd. Was close, man. Winnen in Noordlaren is leuk, maar winnen in Biddinghuizen doet jou veel meer. Ah, dit is echt mooi. Gewoon lange rechte stukken met een halve meter sneeuwranden naast de baan. Het is echt gewoon mooi schaats. Hoeveel betekent een overwinning op deze baan voor jou? Gewoon elke overwinning, dat is er weer één. Dit betekent voor mij wel wat. Dit is gewoon super. Ja, hier heb je hele mooie wedstrijden, maar winnen is winnen. Het is soms een klein verschil, maar het is wel prettig. Maar je hebt uiteraard ook een band met deze baan die mede door jouw behulp tot stand gekomen is. Ik moet wel afzien op die baan, maar dat is ook wel mooi. Want wat gebeurt er? Er is een kopgroep weg en jij denkt van dit zou de slag wel eens kunnen zijn, daar moet ik heen? Er zaten een paar jongens van Verwerven bij en voor elke ploeg wel wat. Ze reden gewoon zo weg. Dus ik denk van dit wordt de slag. Dus ik moet volle bak in mijn eentje naartoe gekacheld. En toen dacht ik van, misschien kost me dit wel de kop, maar gelukkig niet. Voelde je je sterk genoeg om ook in de finale inderdaad nog een rol te spelen? De vorige keer had ik eigenlijk nog veel betere benen en toen werd ik een beetje op kop gedwongen. Dus ik denk, ik wist gewoon dat die Bergsma ook gewoon ontzettend goed was. En gelukkig kwam ik in de finale net goed dat ik uiteindelijk achter hem uitkwam en ik kon er gewoon voorbij. Over jullie ploeg, de ene opsteken naar de andere sinds jullie een nieuwe sponsor hebben. Ja, dat is wel even mooi. Dus het mag nog doorgaan met vriezen. Over vriezen gesproken, ben je ook klaar voor echt natuurreis? Ja, dit is voor mij het echte werk al. Dus hierop kun je laten zien of je er klaar voor bent. En ik hoop gewoon op nog een paar mooie wedstrijden op het echte, op de meer en zo. Kijk je straks naar de thermometers of dat nog net niet? Ja, als ik straks in de auto naar huis toe ga, dan zie ik de meter weer lopen. Hey, Marjan. Goed, hè?